Een bijzonder laffe diefstal. Zo kunnen we de volgende zaak rustig bestempelen. Een 86-jarige vrouw die afhankelijk is van een rollator, wordt gerold door een vrouw die minimaal 50 jaar jonger is. Haar actie is fraai door de bewakingscamera vastgelegd. Winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde. Een zakkenrolster had het hier vrijdagmiddag 13 februari voorzien op een kwetsbare vrouw. Een 86-jarige bejaarde die zichzelf voortbeweegt met een rollator. Kort daarna verdwijnt ze en er wordt meteen gepind met de pas bij de ABN AMRO Bank in winkelcentrum Keizerswaard. Als ze bij een rek met kaartjes staat te kijken, zien we op camerabeelden van de winkel dat er een jongere dame aankomt lopen, bukt en zogenaamd ook in dat rek met kaarten gaat kijken. Maar intussen gaat ze een aantal keer met haar hand in die tas van de oudere dame. Op een gegeven moment haalt ze ook iets uit die tas en waarschijnlijk is dat de portemonnee. Want als de oude dame iets wil afrekenen bij de kassa, merkt zij dat haar portemonnee niet meer in haar tas zit. Van de verdachte zijn deze beelden. Ze gaat door haar knieën en doet meerdere pogingen om de portemonnee uit de tas van de vrouw te halen. Uiteindelijk lukt dat. Het gaat om een vrouw met een licht getinte huidskleur. Ze is 25 à 30 jaar, heeft een normaal postuur en donkere ogen. Haar lange, donkere haar droeg ze die dag samengebonden met highlights aan de zijkant. De mogelijkheid bestaat dat ze samen heeft gewerkt met iemand anders. We hebben ook beelden van het pinnen. En daarop zien we een vrouw die met die passen pint. En dat zou heel goed een andere vrouw kunnen zijn dan de vrouw die in de winkel de portemonnee uit de tas heeft gehaald. Deze vrouw pint dus met de pas van de bejaarde dame. Het is mogelijk dezelfde als de vrouw die heeft gerold. Maar het kan ook om een handlangster gaan. We gaan ervan uit dat de verdachte het slachtoffer bewust heeft uitgekozen. Een dame van 86 jaar, slechter been, met een tas die aan een rollator hangt. Is gewoon een kwetsbaar slachtoffer. En wij vinden het schandalig dat zo'n vrouw op deze manier beroofd wordt van haar spullen. En daarom willen we heel graag de verdachte aanhouden. En we hopen dus ook dat er iemand is die haar herkent op de beelden. Heeft u tips? U kunt bellen met de politie 0800 60 70.